arbeidsmigratie, dat hebben we nodig. In de zorg, in de bouw, in de IT-sector, bij grote bedrijven als ASML. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn dat er inderdaad arbeidsmigratie is om te zorgen dat we die tekorten in die sectoren tegen kunnen gaan. Waar ik het wel met de heer Eertmans eens ben, is dat we wellicht niet alle vormen van arbeidsmigratie willen houden. Dus inderdaad, 1,7 miljoen dieren die we per dag in Nederland slachten, dat is geen houdbaar systeem. En dat betekent dus ook dat de slachterijen zoals we die nu hebben... die al vaak door arbeidsmigranten die daar werken, mm. dat is niet meer houdbaar. Distributiecentra, hetzelfde. Glastuinbouw kunnen we ook niet behouden zoals we dat nu hebben. Dus daar zullen we wel met elkaar de afspraak moeten maken. Willen we die sectoren nog hebben? En wat vol betreft is het antwoord daar op de manier zoals we dat nu hebben... Nee. Is en of verdwijnen die sectoren ja. uit Nederland... Dan zal een gedeelte van die sectoren die zal inderdaad niet meer in Nederland aanwezig Hoe werkt zijn. Hoe zou ik dat dan met zo'n distributiecentrum? Een slachterij die dicht gaat komen voorstellen. Met distributie. Spulletjes die mensen hier ook allemaal kopen, die aan moeten komen. Hoe gaat dat dan? Nou, dus hè, Dat zal niet van de een op de andere dag ook mogelijk zijn. Uh, de vraag is natuurlijk ook de manier waarop we dat nu uh, doen met onze consumptie. Willen we dat mm. op deze manier in stand houden? Ik denk van niet. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Um, hetzelfde geldt voor uh, de slachterijen, nou, wat ik net al heb. Mm. Da dat is denk ik ook niet mogelijk. Ja. Uh, waar ik, ook uh, heel hard op zit, is natuurlijk zorgen dat uh, de uitbuiting die op dit moment plaatsvindt, dat we daarmee stoppen. Nou, gelukkig ja. komt daar per 1 januari een wet, wetcertificering uitzendbureaus, die ervoor gaat zorgen dat uitzendbureaus die op dit moment die uitbuiting eigenlijk aanjagen, ja. dat die beboet kunnen worden, hoeveel net als de bedrijven. Als dat totaal daar... van zo'n dik miljoen klopt, hoeveel. Komen er dan minder in Nederland aan het werk, schat jij? Die sommetjes heb je natuurlijk gemaakt. Nou, ik weet niet precies hoeveel dat zal zijn. En ik denk ook niet dat je uh, moet gaan richten op uh, hoeveel mensen dat precies zijn. Ik denk ja. dat je moet gaan kijken van welke. Mensen heb je nodig. En dat is in de zorg, in de bouw, om uiteindelijk woningen uh, te bouwen uh, en om te zorgen dat je ook concurrerend kunt blijven. Waar ik het niet mee eens ben, en dat is ook wat ik bij de heer Eertmans voel, wat ik ook bij de SP zie: is dat je een muur om Nederland kunt gaan zetten en zelf kunt gaan bepalen wie komt hier binnen. Ja. We hebben namelijk binnen de Europese Unie één fundamentele vrijheid, en dat is namelijk recht van, uh, vrij uh, verkeer ja, van Ja, maar dat, dat staat wat mij de juist ter discussie. Uh, want ik vind het dus. Uh, kijk, wij zeggen dat is een groot goed vrij verkeer van personen, dat vinden we allemaal prettig. Maar we laten dan ondertussen dus wel de grens open voor een heleboel mensen waar we eigenlijk geen controle op hebben. Want je zegt wel die wetsverandering. Maar mensen weten eigenlijk niet, gemeenten weten amper wie daar precies uh, zijn en wat ze doen en waar, waar ze wonen. Dus ik vind dat, uh, dat vind ik echt een probleem, dat dat, uh, dat hele verdrag van vrij verkeer, dat, 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 dat staat wat mij betreft wel onder de